Deel met hen lief en leed. Leef met ze mee. Goede tijden, slechte tijden. Straks bij NPL 4. Hamburgermenu 5,55. Nu met 30% extra Franse frietjes. Tja, er zijn katten die doen alles om aan hun lievelingsmaal te komen. Je hebt katten die zelf op zoek gaan, die de bloemen onder handen nemen of met hardere maatregelen dreigen. Je hebt ook katten die kijken of je er 's ochtends al voor te porren bent en die je 's avonds je rust niet gunnen of die storen in een goed gesprek. En katten die er urenlang op willen wachten. Maar een slimme kat vraagt gewoon wat hij wil. Miauw. Miauw. Uw kat vraagt er zelf om. Tja, want miauw is het kattenvoedsel zonder kleurstoffen en zonder conserveringsmiddelen. Om je haar nu net het volume te geven dat het moet hebben, gebruik je het beste de nieuwe haardroger van Braun. Met zijn slimme, handige diffuser. De unieke magic fingers van de Braun diffuser brengen de warme lucht tot bij de haarimplant, waardoor je haar precies het volume krijgt dat je wilt. Een gelukkig kerstfeest met André van Duin, Koos Albers, Henk Wijngaard, Benny Nijman, Anita Meijer, Lee Towers, BZN, André Hazes en alle anderen. De Nederlandse artiesten wensen u een gelukkig kerstfeest. U vindt Gelukkig Kerstfeest in de Eva CD-zuil. Om uw was schoon en zacht te krijgen, kunt u deze zwaargewicht voorgoed vergeten. Want die is nu vervangen door Dash 3 Ultra. De sterke lichtgewicht die net zo schoon en zacht wast als een wasmiddel plus een wasverzachter. Dash Ultra 2-in-1 was met kracht schoon en zacht. Schoon en zacht. Proef extra suikervrije kauwgom. Ontdek zelf waarom Wrigley's extra extra heet. Het is niet zomaar lekker. Het is extra lang lekker. Hamkaas van Smis. Ham en kaas in één zoutje. Daar maak je vrienden mee. Merkt u iets aan deze vrouw? Merkt u echt niets aan haar? Freedom producten door Kotex. Kijk uit, de heksen komen eraan. Eindelijk in de bioscoop. Geestig, verbazingwekkend en spannend. Naar het wereldberoemde boek van Roald Dahl. De meest fantastische kerstcomedie voor jong en oud. Heksen, echt, ze bestaan nog steeds. Ga maar kijken, nu. Eindelijk in die bioscoop. Heksen. Begin je dag fris met Fresh Up. De lekkerste cappuccino zet je voortaan zelf. Cappuccino van Nescafé. Das Cappuccino
cappuccino en nog eens cappuccino. Hij wist dat ik hier was. Nee. Ik denk het niet, nee. Hij moet het geweten hebben. Anders was hij nooit zelf hier naartoe gekomen. Ik weet het niet. Ik heb een testament gemaakt. Ja, dat is echt iets voor een schooljuf, hè? Alles goed achterlaten. Jij hebt genoeg wilskracht om je doorheen te slaan. Ik wil niks horen over een testament. Maak je nog geen zorgen, Simon. Ik knok me er doorheen. Weet je wat? Ik wil dat je die baan neemt. Echt. We blijven hier. Einde discussie. Linda Dekker is hier ontslagen omdat ze niet voldeed aan de eisen. Ik weet nog niet zo goed of dat dan wel het juiste meisje is voor iemand zoals jij. Ik vind eigenlijk niet dat dat u iets aangaat, meneer Stenders. U hoeft Linda niet te beledigen, dat pik ik van niemand, dus ook niet van u. Oké. Wie is uw nieuwe eigenaar? Nou, daar hou ik me niet mee bezig, hoor. Die man die wil zichzelf zo nodig geheim houden, nou mij best. Dat is de deal. Trouwens, was die nuchter? Ja, ik kreeg wel de indruk, ja. Nou, hopelijk blijft dat zo. Hij moet wel realiseren dat iedereen vervangbaar is. Dat geldt dus ook voor hem. Maar zij hebben een puinhoop in hun leven gemaakt. En dan denken ze mij te kunnen vertellen hoe ik het allemaal moet doen. Ach, dat kan niemand je vertellen. Zij ook niet. Nou, Linda heeft toch uw zoon laten vallen voor mij? Daar had ik aan moeten denken. Linda doet toch wat ze wil? Maar u bent er niet blij mee. Daniel kan heel goed voor zichzelf opkomen, hoor. Ik kan hem toch op zijn minst even waarschuwen. Ik doe helemaal niets, Laura. Ik ben een dag weg en iedereen doet of ik stervende ben. Ik heb je gezegd dat ik me prima voel en dat is ook zo. En er ligt nog een hoop werk op me te wachten, dus als je het goed vindt, ga ik. Zo ken ik je weer. Maar doe je het wel, Kalleman? Natuurlijk. Ik voel me wel stukken beter. Dat is fijn voor je. Maar voor Linda maakt het toch niks uit. Oh nee? Ze is toevallig wel zwanger van mij. Voor mooie vrouwen, voor mooie benen, is er nu Silky Peel van Braun. Roterende schijfjes werken als pincetten en verwijderen zelfs de kortste haartjes aan de wortel. Voor zijdezachte benen, wekenlang. Silky Peel, nieuw van Braun. Gelukkig zijn sommige kerstrecepten tamelijk eenvoudig.